vogels, zwemvogels, loopvogels, klimvogels, roofvogels, steltvogels. Juist, Zeefje. Heel goed. Nu de duifachtige. Schrikking! Zeefje! Oh, wat gelukkig. Ja, wat is er dan, Geetje? Staat te trillen? Ik dacht dat u opgegeten was. Opgegeten? Wie zou ons hier nou op moeten eten? Wat aan alle praat. Ja, maar het eiland. Weet u dan al zeker dat er hier niemand is? Het eiland? Ja. Het eilandje. Nee, Geet. Zeg, Geert, ik vertel Zeefje dat het een en ander over de vogelwereld. Over de vogelwereld? Ja. Meneer King, bent u helemaal dwaas geworden? Jo. Mevrouw Gratia en ik zitten doodsbang in een bosje te wachten tot u ons roepen zal om te zeggen dat alles veilig is. En u? U vertelt Zeefje over de vogelwereld. Maar weet je dat heel interessant is, Geert? Werkelijk heel interessant, hoor. Oh ja, heel interessant. Zal ik u eens wat zeggen? Ik wil er niks van weten, niks. Ik weet alleen maar dat ik op een eiland sta. Een eiland waar ik niets vanaf weet. Is het bewoond? Is het onbewoond? Zijn er geen wilde dieren? Slangen? Oh, maar daar kan ik je een antwoord op geven, Ageet. Het is bewoond. Wat? En dat vertelt u me zomaar? Zo? Ja. Met een rustig gezicht. Ja, Ageet, het is bewoond. Hier wonen vogels. Dit is een eiland voor vogels. Je vindt hier onder andere de ooruil en het parelhoen. Wat je nu hoort, hè, is parelhoen. Niks, geen parelhoen. Dat is mevrouw Gratia. Mevrouw Gratia, wel nee, Ageet. Tuurlijk, meneer King, dat is mevrouw Gratia. Heus, meneer King, dat zei ik toch ook al. Oh, zo, is dat mevrouw Gratia. Nou, waar is ze? In het bosje, zoals u er gezegd had. Ja, wat doet ze er nu nog? Ze denkt over na of ze zich zal laten opeten. Hey, Ageet, doet er niet zo griezelig. Natuurlijk, Ageet heeft groot gelijk. Je kan nooit weten wat er allemaal is op zo'n eiland. Wel ja. Mijn hele leven heb ik ernaar verlangd op een rustig onbewoond eiland te zijn. King, zei ik tegen mezelf. King, als je daar eenmaal bent, zul je gelukkig zijn. En wat gebeurt er? Ik zet mijn voet op een onbewoond eiland en meteen komt de hele wereld me vertellen hoe gevaarlijk het wel is. Zeefje ziet verende kijkers, Ageet zit achter bomen te trillen en mevrouw Kraatje zit in een bosje na te denken of ze zich laten opeten. Ik zal ze nog eens meenemen. Ja, maar weet u dan zeker dat het hier niet gevaarlijk is? Nee, Ageet. Beter dan, Mooi, zo mag ik het horen. Nou, en wat gaan wij nu doen om onze aankomst op dit verrukkelijke eiland te vieren? Eerst tinkeltje zoeken. Nee, een lied. We maken een lied. Goed zo, Zeefje, goed zo. En waarover? Natuurlijk over de vogels. Over de vogels, ja. Of over het eiland voor de vogels. Wat denk jij ervan, Geert? Nou, liever over onszelf, meneer King. Huh? Dat het allemaal goed afloopt en dat we tinkeltje terugvinden. Ik weet het. We zingen een lied over onszelf, over de vogels en over het eiland voor vogels. Want wij zijn vogels. Vrije vogels. En als Tinkeltje het hoort, dan weet hij meteen dat wij het zijn. Wacht eens even. Dit wordt een lied waar zelfs de echte zangvogels stil van zullen worden. We hebben geen vleugels, geen veertjes, geen dons. Maar het eiland voor vogels is toch voor ons. De bomen, de wolken, zo ver als je ziet, ze horen van ons. Fiet, fiet, fiet. Het eiland voor vogels, waarof je dat vindt, waarof het ophoudt en waar het begint. De bomen. De wolken, zo ver als je ziet, ze horen van ons. Fiet, fiet, fiet. Al heb je geen vleugels, geen donsje, geen veer,
Je hoeft maar te willen, dan strijk je erheen. De bomen, de wolken, zo ver als je ziet, ze horen van ons. Parelhoen. Mevrouw Gratia, we waren er helemaal vergeten. Zeepje. Ach, heet, meneer King. Oh, wat een geluk. Buena suerte, buena suerte. Dat jullie er allemaal nog zijn. Ik dacht dat ik zingen hoorde. Oh, wat was ik bang. Ja, mevrouw Gratia, als u hoort zingen, dan hoef je toch niet bang te zijn. Hè? Jawel, jawel, ik moest wel bang zijn. Jo. Ik dacht dat jullie zongen voor het opperhoofd. Stel je nou eens voor, helemaal zonder mij. Stel eens voor dat hij Spaans sprak. Ja, mevrouw Gratia, er is hier helemaal geen opperhoofd. Nee, zo. Hoe weet u dat? Nou, hè? Hm? Nou, dat zie je toch zo, hè? Dit is een eiland voor vogels. En omdat wij vrije vogels zijn, mogen wij hier ook wonen. Niet waar? Vogels. Hiep, hiep, hiep. Schrift. Horen jullie dat? Hij zei, het mag niet. Zeefje, je hoort het weer eens een keer verkeerd. Hij zei gewoon fiet. Nee, niet, zei hij. Fiet. Niet. Fiet of niet, ik weet het niet hoor. En ik ook niet. Ik weet nog steeds zo zeker niet of er hier geen opperhoofd op dit eiland is. Dit, hè? Dit bijvoorbeeld heb ik in een bosje gevonden. Hé, hey, een vorkje? Een taartvorkje? Nee, is het dan? Nee, meisjes. Nee. Dit is een stemvork zoals zangers als ik ze gebruiken. Hoor je? Dan pak je de toon mee. Zo, en wie moet er hier dan de toon pakken? Ha, vogels misschien? Hm? Ja. Hé, hey, ja. Daar hebt u gelijk in. Wie zou er hier een toon moeten pakken? Wacht eens eventjes. Die is natuurlijk van een zeeman die hier schipbreuk heeft geleden. En hebben dan alle zeemannen een stemvork? Nou, nee, mevrouw Kruisje. Maar wacht eens eventjes. Een ekster. Op een eiland voor vogels zit er natuurlijk een hoop eksters. En jullie weten dat eksters alles wegpikken wat glimt. Nou ja, of hier nou eksters zijn of niet, ik ben er nog altijd zo zeker niet van dat dit eiland onbewoond is. Stel je nou eens voor dat hier plotseling toch ergens een opperhoofd vandaan kwam. Ja. Hè? Vandaar. Hm. En dan staan wij hier op onze blote voeten. Oh, maar dat is een heel deftig gebruik, mevrouw Gratia. Schoenen uit voor het opperhoofd. Oh, ja? Zeker, ja. En als u er vreemd van opkijkt, dan zeggen we gewoon dat het bij ons te gewoond is. Weet het opperhoofd veel. Zo, meneer. U denkt nu dus toch ook dat er hier een opperhoofd is? Ik? Ja. Wanneer, Geet? Dat zei ik alleen maar zo'n bewijs van spreken. Hè? Ik bedoel, als er eens een opperhoofd zou zijn. Ja, kom, al dat gepraat is tijd verknoeien. Alsjeblieft. Zo. Wat gaan we doen? Tinkeltje zoeken natuurlijk. Ja, ja. Maar ik wil eerst even wat uitrusten. Ik ben verschrikkelijk moe van al dat geroei. En warm is het hier ook. Veel warmer dan bij PP op de krikken likken, hè? En ik heb honger. Goed, meisjes. Goed. Ja. Laten we een plan maken. Hè? Kijk, ik stel voor dat Zeefje en ik die kant omgaan. Mevrouw Gratia en Geet gaan die kant op. We lopen het hele eiland in de rondte, zoeken naar Tinkel en moeten elkaar hier weer tegenkomen. Dat kan nooit missen. Ja, maar meneer King, stel je nou eens voor, het eiland is misschien veel groter dan we denken. En hoe moet dat dan? Misschien 3 dagen lopen zonder eten en drinken. Ja, dat was heel dom van je Zeefje om er niet aan te denken een beetje eten mee te nemen. Nou, laten we nou maar gaan. We vinden onderweg vast wel wat te eten. Kokosnoot of zo. Als we nou eens die taart verdeelden, hè, dan hebben we tenminste iets. Dat is een goed idee. Ja, maar Zeefje, die taart die is toch voor het opperhoofd. Wat moeten we dan aan het opperhoofd geven? Mevrouw Kruijtje, we hebben toch net afgesproken dat er helemaal geen opperhoofd was. En die taart, nou, die ziet er heerlijk uit, hoor. Hij ziet er werkelijk heel goed uit, Zeefje. Heel goed. Oh, dank u wel, meneer King. Het is de mooiste taart die ik ooit gezien heb. Zeker een kok die het beter kan. Hm? Nee, meisjes, ik stel voor, we zijn met, even kijken, met 1 is het, 2 is het, 3 is het, 4. Laten we de taart in 12 stukjes verdelen, hè? Mocht onze tocht 3 dagen duren, dan hebben we voor elke dag een stukje. Goed? Ja, en dat opperhoofd dan? Mevrouw Kraatje, u moet niet altijd de pret bederven. Nou, mooi bien, ik hou me mond. Ja, maar vandaag is toch eigenlijk de eerste dag. Ja, zeker. Nou ja, goed, dan nemen we vandaag het eerste stukje, hè? Wie ervoor is, die steekt zijn hand op. Nou, mevrouw Gratia, wat doet u? Uh, no, say, no.
Hè, hebt u geen trek in taart, mevrouw Gracia? Jawel, jawel, maar... Nou dan. Ik denk alleen aan dat opperhoofd, zie je? Mevrouw Gracia, bel of niet? Bel. Mooi zo. Oh, wat een taart, wat een taart, wat een vulling. Zonder het als een opperhoofd te geven. Zie, hij ziet er van binnen nog mooier uit dan van buiten. Ja. Oh, wat zou dat opperhoofd gesmuld hebben, hè? Nou ja, dan eet hij maar kokosnoot, hoor. Zo is het. Oh, wat is huh? Een kokosnoot. En iemand gooit er een kokosnoot. Een echte, waar komt die vandaan? Ja, die valt natuurlijk dood gewoon. Kijk nou eens wat ze hebben meegebracht, Figaro. Een taart met een scheepje.